Ik ben Marijn van Bright en dit is de Gazelle Makkie, de eerste elektrische bakfiets van Gazelle. En je kan wel zeggen, Gazelle is rijkelijk laat. Ik bedoel, 11 jaar geleden bijvoorbeeld begon Urban Arrow al met het maken van elektrische bakfietsen. En je hebt elektrische bakfietsen van Baboe en bakfiets.nl en nog talloze andere merken. Terwijl Gazelle het lange tijd deed met dat exemplaar. Dat was de enige bakfiets die ze hadden. De Gazelle Cabby. Dat kan dus echt niet meer. En het werd dus hoog tijd voor zoiets. Maar Gazelle betreedt wel een volle markt, vol met concurrentie. Dus ik ben benieuwd hoe deze oude nieuwkomer het er vanaf gaat brengen. Ja, mijn favoriete bakfiets qua looks is nog steeds de Urban Arrow. Ik heb nu 4 weken in deze makkie gereden. Onder andere naar het schoolplein, waar ik hem goed kon vergelijken met allerlei soorten bakfietsen. En de makkie die komt zo'n beetje op een tweede plaats. En ik snap heel goed dat ze voor dit ontwerp hebben gekozen. Want hij is wel een stuk praktischer dan die Urban Arrow. Deze malle deuk zorgt er samen met dat voetengat hiervoor dat kids makkelijk kunnen instappen. En ik hoef de fiets eigenlijk niet eens vast te houden, want hij staat zo stevig op zijn standaard dat ze zo hup, kunnen gaan zitten. Een tijdje geleden testten we bij Bright de Cargon bakfiets. En die had als oplossing voor het instappen een deurtje bedacht. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, een deurtje beweegt en iets wat beweegt, dat kan kapot. En bovendien wil je liever geen kinderhandjes pletten tussen het scharnier natuurlijk. Boom! Nou ja, dit lijkt me een meer onverwoestbare oplossing en een stukje veiliger. De hoge randen zorgen ervoor dat je kids veilig zitten en dat je dus ook veel spullen kan vervoeren. Je kan kiezen uit 1 of 2 bankjes. Je kan hier ook een houder zetten voor een maxicosi of een ander kinderzitje. En ik heb me laten vertellen dat Duitsers heel graag een tweede accu meenemen als ze gaan fietsen op een elektrische fiets. En daarvoor kan je ook een laadje bestellen hier met een slot erop waar je die accu dan in kan stoppen. Ja, dit afdekcel, waar trouwens het label van de Waartenten op hangt, hè, wat staat voor Hollandse kwaliteit, is oké. Wat ik slim vind gevonden, zijn de magneten die erin zitten. Hier aan de zijkanten, waardoor deze dingen altijd goed hangen. Het is wel even gedoe altijd met hem strak trekken. En dan nog is het zo dat als het regent, ja, hier wel een plasje in ontstaat hoor. Dat voorkom je niet. De afwatering van een echte de Waartent is nog wel beter. Voor echt goede afwatering heb je de regenhuif nodig. Over de bouwkwaliteit van deze fiets heb ik geen enkele klacht. Het hart is dit aluminium frame dat over heel de fiets loopt. En daarop is allerlei kwaliteitsspul gemonteerd. Neem bijvoorbeeld ook de remmen die erop zitten. Dat zijn hydraulische schijfremmen met 4 zuigers die voor extra remkracht zorgen. En dat is wel nodig ook, want je mag deze fiets beladen tot 250 kilo. Ja, en dan wil je natuurlijk wel zo snel mogelijk stil kunnen staan als dat nodig is. Een traditionele ketting vind je niet op deze fiets. Hij heeft een onderhoudsarme tandriem gekregen. De versnellingen zijn traploos instelbaar en de verlichting die gaat gewoon automatisch aan als je fiets aanzet. En hoef je dus niet over na te denken. Het zadel is ook makkelijk in hoogte verstelbaar en is niet te jatten. De standaard van deze fiets is echt een waar genot. Hoe zwaar die ook beladen is, je krijgt hem er zo op. Bas, kom er eens in zitten. Even ervan afhalen. Dat was eigenlijk veel te zwaar natuurlijk voor deze bakfiets, maar je mag zitten. Nou, zo zet ik hem erop. En zo gaat hij er weer af en kan je er vandoor. Het display hier op het stuur is simpel en overzichtelijk. Je ziet hoe hard je gaat, hoe ver je nog kan, hoeveel kilometers je hebt afgelegd en wat de acculading nog is. En de accu die ik heb meegekregen op deze makkie voor de testen is 500 wattuur. En daarmee kan je in de zuinigste stand, als die onbeladen is en je niet heel veel tegenwind hebt, 105 kilometer ver komen. Nou ja, nu is de bakfiets zwaar beladen, hè Bas? En staat hij in de turbostand, wat ik eigenlijk meestal doe. En dan heeft die accu een bereik van bijna 40 kilometer. De middenmotor in deze fiets is van Bosch. En de trappers zijn uitgerust met zowel druksensoren als rotatiesensoren. En dat zorgt ervoor dat je best wel rustig kan fietsen, terwijl die nu gewoon in de turbostand staat.
Als je alleen rotatiesensoren hebt, dan merken die dat jouw trappers bewegen. En dan schiet hij je gewoon naar die 25 km per uur. En dat wil je natuurlijk niet als je een tekst aan het opnemen bent. Je kan deze fiets kopen in de connected versie of de niet-connected versie. Dit is de connected versie en die heeft dan ook een GPS-tracker ingebouwd. En er zit ook een simkaartje in met een data-abonnement voor 4 jaar. En via dat data-abonnement worden gegevens van de fiets naar de app van Gazelle gestuurd. In die app kan je dan bijvoorbeeld zien hoe vol de batterij nog is, maar je kan ook je fiets op afstand beveiligen. Door middel van geofencing bijvoorbeeld. Als je fiets dan wordt verplaatst en buiten dat virtuele hek gaat, krijg je een melding. En dan kan je de startonderbreker activeren, waardoor de boef geen gebruik meer kan maken van de elektromotor. En zich dus kapot moet trappen op de bakfiets. En dat is geen pretje, kan ik je vertellen. En met die GPS-module die erin zit, zou je de fiets ook nog kunnen terugvinden, zolang hij tenminste buiten staat. Ik moet zeggen, de Mackie fietst heerlijk en ook erg comfortabel, zelfs met een zware belading. Het sturen, ja, dat is bij elke bakfiets even wennen, omdat dat voorwiel nou eenmaal zo ver afstaat van het stuur waarmee je stuurt. Dus je moet iets anders leren sturen. Dat sturen gaat overigens met een stuurstang die hier onderdoor loopt. Daar is helemaal niks mis mee, de Urban Arrow heeft dat bijvoorbeeld ook. Maar Carcon heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om stuurkabels te gebruiken, waardoor je verder kan insturen en je beter kan manoeuvreren in kleine ruimtes. Dat is een voordeel, zeker weten, maar het nadeel van die stuurkabels is weer dat je ze elke 2 jaar moet vervangen. En met een stuurstang hoeft dat niet. Tijdens het testen heb ik wel 1 ongelukje gehad met de Mackie. Ik nam een bochtje naar rechts en het was een beetje een nat wegdek. Ik kneep alleen in de voorrem. Hij was onbeladen, dus licht. En toen ging het wiel onderuit en lag de Mackie op zijn bakkie, op zijn kant. Ja, ik had verder niks, want ik stond keurig naast de fiets. Maar de fiets heeft wel een schram gekregen. Dus wijze les voor mij ook. Altijd remmen met die achterrem, niet met de voorrem. De Mackie heeft ook vering in de voorvork, waardoor je hobbeltjes redelijk comfortabel kan nemen. Zelfs een stoeprandje is eigenlijk geen probleem, zelfs niet met belading. Concurrent Urban Arrow heeft die voorvering niet. De Carcon heeft die dan weer wel. Wat de Carcon dan weer niet heeft, is een gewicht van onder de 55 kilo. Er is op dit moment regelgeving in de maak die zegt dat elektrische fietsen van boven dat gewicht in de toekomst een kentekenplaatje moeten krijgen en extra verzekerd moeten zijn. Jammer voor de Carcon, maar wat betekent dat voor de Mackie? De Mackie weegt namelijk 53,5 kilo zonder accu. Tel je de accu erbij op en dan komt hij op 56 kilo, net te veel. En bedenk ook dat je in de toekomst niet meer dan 2 personen mag meenemen in zo'n bakfiets. Dus dat extra voorbankje waardoor je 3 kinderen kan meenemen, ja, dat mag dan misschien wel helemaal niet meer. Waarschijnlijk komt er eerst nog wel een overgangsregeling voor bestaande bakfietsen zoals deze. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus kijk je deze video nou in de zomer van 2022, check dan even of deze een kentekenplaat nodig heeft of niet als je hem nu koopt in de winkel. 1 ding wat ik je nog niet heb verteld, maar wat je misschien wel aan het begin van de video hebt gezien, is de prijs. Zoals hij hier staat met een grote batterij en in de connected versie kost hij bijna 5200 euro. Dat is aardig aan de prijs, maar niet gek als je hem vergelijkt met de concurrentie. De instapprijs voor deze bakfiets met kleinere batterij en zonder app is 400 euro lager. Daarmee is hij zo'n 50 euro duurder dan een Urban Arrow, die mooier is naar mijn smaak, maar wel minder comfortabel is omdat de vering in de voorvork ontbreekt. En vergeleken met de Carcon is de instapversie van de Mackie 500 euro goedkoper dan een vergelijkbare Carcon. Die kost namelijk zo'n 5300 euro. Al met al kan je wel concluderen dat Gazelle misschien wat laat komt op het feestje, maar ik zou wel willen zeggen fashionably late, want deze bakfiets zou zomaar eens een hitje kunnen worden. Ik hoor ook geen geboe van die kant van de sloot, dus de conclusie zal wel goed zijn. Of zijn jullie het daar totaal niet mee eens? Laat het weten hieronder in de comments, geef een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren natuurlijk, want dan kunnen we nog veel meer van dit soort video's voor jullie blijven maken.